Hallo reviewvrienden van een uiterst vermakelijk, goed, gelukkig en aardig gevuld leven. Hoe is je daar? Hier is je hemel. Hoppie. Overdreven introductie is waar, maar ja, je moet toch wat, want het is weer weekend, vrijdag. Het staat weer voor de deur. Een heel weekend vol met plezier, met borrels, met eten, met drank en mooie meiden. En oh Jan, wat een feest. Nee, voor mij niet. Ik ben een beetje ziek. Voel me een beetje rabbig. Ik heb vanmiddag nog een afspraakje, business-wise. En dan, dat is dan mijn vrijdag. Dan ga ik koken voor mijn kinderen. En dan slurren we dan naar binnen en dan is oom Jan klaar. Klaar als een klontje. Ja, het is zo. Wat heb ik? Apenpokken. Nee, ik heb geen apenpokken. Volgens mijn zoon is trouwens, hoe je aan apenpokken komt, is omdat een mens heeft gecopuleerd met een aap. Ik weet niet of het zo is, maar ik houd er gewoon bij. Ik vind het prima. Maar ik heb, ik heb niks met apenpokken laten staan dat ik daar de liefde mee bedrijf. Dus ik heb geen apenpokken, ik heb bronchitis. Misschien hoor je het aan mijn stem. Ik heb pijn in het keeltje, in het longetje en ik ben kortademig. En verdrietig ook. En zweterig. Dus helemaal naar de getver. Enfin, jullie zijn weer op de hoogte van mijn medisch dossier. Laten we gaan doen waarvoor we hier allemaal zijn. Een reviewtje maken. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan. Ik moet trouwens even oppassen met het gebeuk. Want dit is het doosje. En laatst kwam ik erachter dat ik denk een kind van mij het doosje in de fik heeft gestoken. En daar was ik verdrietig over. Want dit is het doosje. Hier hebben we er al meer dan 250 mee gemaakt. Met dit doosje. En ik hecht me snel aan dingen. Ook aan doosjes. Oh. Ja. Ze vlogen bijna van tafel, chips. Hebben we lang niet gehad, chips. Pff, altijd weer chips. Ach. De Lees Max. De Lees Max. Laatste tijd veel chippen gereviewd en veel chippen met bijzondere smaken. De laatste was patatje mayo en frietje saté. Of andersom. Ja, ik ga niet weer de patatdiscussie doen. Maar een patatje mayo was lekker, frietje thee niet. En we dachten ze op een gegeven moment bij Lees. Dan gaan we dan verder met de sausjes maken. Want ik heb hier nou opeens Heinz tomatenketchup flavor Max. En dat is volgens mij gewoon de oude ribbelchips. Je hebt de vroeger superchips, waarmee dat dan Max. Om misschien wat meer. Oh kijk, en dit is dan de Max Joppie saus. Dat is ook grappig. En dit is dan de Max Red Sweet Chili Flavor. Nieuw. Dat is helemaal geen saus. Max? Max staat voor extra crunchy. Ja. Extra spicy en extra. Ja, dat staat ervoor. Maar je zit nu dwars door de review heen te schreeuwen, vriend. Dit kan je er ook in laten. Ja, dat kan ik ook niet doen. Godverdomme. Stinkend. Ik zit hier mijn werk te doen. Ja, natuurlijk snap ik altijd waar Max voor staat. Voor Max Crunchy. Dat was zoon David die zich even ermee bemoeide. Waarvan ik net heb afgesproken dat hij zijn kanen zou houden. David? Ah, die Max die staat dus voor extra crunchy en wat? Extra lekker. En extra pittig of heel. Dat je deur smaakt. En heel extra lekker en pittig en dat heel lekker smaakt. En dat beëindigt hij met een boer. Ah, we hebben hier ketchup, we hebben hier joppie saus en we hebben hier Red Chili Flavor. Ahmed, ik snap dus niet de eenheid van deze drie. Nee, ik snap het wel. Want Red Sweet Chili Flavor, daar heb ik ook saus van in de koelkast. Dat spuit ik graag bij een tastei. Bij een tastei. Ja, dan een beetje Red Chili Sweet Flavor en dan wordt oom Jan blij. En dat rijmt op tastei. We gaan proeven. Heb ik er zin in? Nee, ik heb pijn in mijn keel. Dus daar heb ik er nooit zin in. Maar wat? We beginnen met de tomatenketchup, de Max tomatenketchup. Ja, nou allemaal leuk en aardig, maar dit is gewoon de ouderwetse superchips. Hey, dit is gewoon de ouderwetse superchips. Dit is helemaal niet extra crunchy of extra. Maar dat zeggen ze allemaal in die reclames, dat er ook extra ribbels
Er zit helemaal geen extra. Het is gewoon een ouderwetse superchips aan de hoop, wat onzin. Maar dat maakt niet uit. We hebben het hier over. Andere zoon is ook wakker. Ik probeer mijn werk hier te doen. Sorry. Ja, sorry. God. Oh ja, dit is gewoon normale superchips. En daar hebben ze gewoon een marketingtruc uitgehaald met Max. Want vroeger heette dat superchips. Nee, hoe heette dat vroeger? Ribbelchips? Ribbelchips. Nou ja, whatever. Tomatenketchup. Heinz tomatenketchup smaak. De enige ketchup in de wereld die ik koop is Heinz tomatenketchup. Dat is de basis ketchup. De vraag is alleen, is het ook lekker? Eén chips. Het antwoord daarop is... Ja. Ja! Dat proef je namelijk. De goede Lay's superchip met ribbel. En je proeft daadwerkelijk Heinz tomatenketchup. En waarom is dat zo lekker? In mijn dikke periode... Ik misschien nu nog in zit, maar er wel probeer uit te komen. Als ik chips at, dat niet zomaar, maar dan deed ik mayonaise en ketchup door elkaar kloppen. En dan ging ik daarin dopen. Hoe dik wil je worden, mens? Echt niet normaal. Maar daar smaakt het naar. Dus deze is gelukt. Ik eet nooit joppiesaus. Nee. Als ik patata friet eet, dan eet ik die het liefste met Amora mayonaise. Dat is een mosterd mayonaise. Ik ben een culinair wonder, laat me met rust. Gewone mayonaise, Hellmann's vind ik ook lekker hoor. Maar, joppiesaus is een soort McDonald's frietsaus. Weet je wel, met die geel, met die kruidjes erin. Toch? Volgens mij hoor. Ja. Gewoon ouderwetse superchips. De chips en joppiesaus van Lay's. Godverdikke ook lekker. Misschien omdat het bijna weekend is. Ondanks dat ik veel misère heb en ondervind. Vanwege de lichamelijke kwalen. Vind ik er nu al twee lekker. Hoe zit het dan met nummer 3? Max Superchips Double Crunch. Sweet Chili Flavor. Ja, schiet mij maar lekker. Schiet mij maar lekker. Hier. Dit is dus de Double Crunch. En dit zijn dus die grote. Dit zijn dus die grote. Ja. Ja, die dus niet. Ja, maar dat is gewoon scam. Dat is gewoon scam, Lay's. Want deze worden ook Max genoemd. En dat zijn gewoon de oude ribbelchipjes. En dit is gewoon weer de hele heftige... whatever. Nou. Hoe is die? Met de sweet chili saus. Nou, is het lekker of is het niet lekker? Nou, punt 1. Die extra crunch, dat extra harde, dat extra crunchy, dat doet niks voor mij. Want ik vind het bijna geen chips meer. Het is bijna een plank waar ik in zit te kauwen. Punt 2. Je proeft de hete pepers van de chili. Alleen het sweet chili, wat je van die saus hebt, die proef je niet. Hier ben ik ontevreden. Ik ben ontevreden over dit product. En dat is ook wel fijn. Want als ik deze wel helemaal top zou vinden, dan was alles goed. Ja, dan waren we in de review heaven terechtgekomen. En dat is nooit leuk. Goed nieuws is meestal geen nieuws. Ja, dat ben ik dan weer. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfers worden goed, behalve dan voor deze... dit is Double Crunch, maar hier staat ook helemaal geen Double Crunch op. Maar wel Max. Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar deze vind ik niet zo lekker. Deze is alleen maar pittig. En hij belooft Red Sweet Chili Flavor. En er is niks sweets aan. Want die Red Sweet Chili Saus, die is wel gewoon zoet. Met hier en daar een heet element. En het is gewoon alleen maar een heel heet element. En ik vind die grote crunch te groot en te hard. Nou, allemaal leuk en aardig. Oh ja, wat krijg je dan? Ik krijg een 5. Want voor de rest is Lay's natuurlijk een prima product te maken. En zo slecht is het ook niet. Patatje joppiesaus. Nee, dit is gewoon appeltje joppiesaus. Kijk, hier is het ook Max Crunch. Dus dat is gewoon gelul.
Want dit is een ander chipje dan die. Enfin. Smaakvol. Prima. Ik ben niet een Joppie Saus gebruiker. Edoch, lekker chippy, 7. En de winnaar van de week, nou van de week van vandaag. De winnaar van vandaag, dag, is de Lees. God weet het. Max Tomato, Heinz Tomato Ketchup Flavor Chips. Want die is namelijk gewoon heel erg lekker. Dat is gewoon een 8, die kan je gewoon kopen. Die kan je gewoon lekker bij je biertje of je colaatje nemen. Kun je het schelen. Het is toch weekend, hè? Nou, mooi. Dat was het. Ik ga even een paar paracetamolletjes poppen. Want ik moet toch aan het einde van de dag proberen te komen. Je probeert toch te halen. Ja? Wellicht tot maandag als ik het overleefd heb. Ja? Nou, dag.